Harvey Rosenberg. Meneer de rector, hoogwaardigheidsbekleders die reeds benoemd zijn geworden, dames en heren, waarde studenten, een speciale begroeting voor mijn hofheer, professor Ruijtrechts, met wie wij al, professor, u zal zich dat herinneren, we zijn goed op weg op een halve eeuw dat wij elkaar kennen als studenten-prof, als confraters, als collega's. Dus dat was toch de moeite waard van de aanwezigheid van mijn prof toch hier te kunnen onderlijnen. Meneer de rector, u heeft gelijk. Het is goed dat godsdiensten worden besproken, aangeleerd door mensen die daarin baden, zou ik zeggen, die passioneel zijn, maar het is een moeilijke evenwichtsoefening die ik bijna alle dagen moet doen, tussen precies dat passionele en de reden op de academische grond van zo'n betoog. En ik zal proberen van, dus ook vandaag, dat goed uit elkaar te kunnen houden. Ik zal u vanavond onderhouden over een actueel onderwerp, zelfs een brandend boeiend onderwerp, vooral nu het offerfeest, de Eid al-Adha, zo pas achter de rug is, met name over de rituele slachting door halssneden bij Joden, de Shrita, en bij moslims, de Dabiha, en meer bepaald over het probleem van kerkelijk recht, halacha en sharia, van de verdoving. En telkens als ik een probleem naar Joods recht moet naar voren brengen, zelfs en misschien vooral voor een publiek van praktiserende geloofsgenoten grijp ik terug naar de wordingsgeschiedenis van de te bespreken kerkelijke wetten. Want dat brengt onmiddellijk wat perspectief en herleidt die wet tot relatieve proporties. Immers staat geen enkele wet rechtstreeks in de Bijbel uitgelegd. En alles is een zaak van interpretatie, deductie, inlezing, extractie door de Talmudgeleerden voor wat het Jodendom betreft, maar dat geldt evenzeer voor de islam. Nog de Koran, nog de Torah zijn wetboeken, denk eraan. En dus, wanneer men de creatieve interpretatietechnieken uit de doeken doet, die tot de totstandkoming van de wetten hebben geleid, groeit de luisterbereidheid voor inventieve oplossingen of nieuwe interpretatie en verliest het argument, het staat in de Bijbel, aan zijn overtuigingskracht. Om deze reden trouwens in alle godsdiensten wordt door de klerus de hedendaagse stand van de godsdienst voorgesteld als altijd zo geweest zijnde. En het is zo dat de mensen die de godsdienst beleiden of ondergaan, denken dat dat altijd zo geweest is en het is ook best zo dat dat blijft, denkt de klerus. En ik geef u voorbeelden eerder uit de andere sfeer dan het Jodendom. Bijvoorbeeld de dogma's van de heilige drievuldigheid. Nu, u vraagt aan een praktiserende katholiek, wat is dat? Dat is altijd zo geweest. Dus zij weten niet dat die met stukken en brokken is tot stand gekomen, dat dogma. Dat men het concilie van Nicea van 878 eerst de wezensgelijkheid tussen zoon en de vader heeft vastgelegd in een dogma. En veel later, pas in het concilie van Constantinopel van 1414, waarbij de definitieve dogmatisatie van de goddelijkheid van de Heilige Geest werd vastgelegd. Zie je zoveel jaren erover zijn gegaan. Hetzelfde voor de onfeilbaarheid van de paus, die eigenlijk ergens in de einde van de 19e eeuw is vastgelegd. Ook voor de maagdelijkheid van Maria, of voor de onbevlekte ontvangenis, is daar een hele evolutie geweest die begon met de kerkvader
Augustinus, Thomas van Aquino, die niet akkoord was, en dat met die zinswijn, het is pas Pius de IX in de 19e eeuw, half 19e eeuw, die dat heeft vastgelegd, dat dogma. En tot vandaag blijft de kerk nog, nog discussiëren over het feit of Maria virginitas in parto had, ofwel virginitas post parto, of dat ze maagdelijk is geweest tot aan de geboorte of zelfs nadien. Dus u ziet al die dogma's, en dat geldt ook voor het dogma, of voor wat men voorstelt als een dogma, dus de sluier van moslims. U vraagt aan een moslim, die zegt dat moet, het staat in de Koran. Maar er staat niets rechtstreeks in de Koran of niets rechtstreeks in de Bijbel. Het is trouwens een invloed van Byzantium, dat rond de 8e eeuw, onder de heerschappij van de Abbasidische kalifen, dat de toestand van de vrouwen in de islam verergerd is naar dezelfde toestand van Joodse en katholieke vrouwen. En aanvankelijk was de sluier alleen bedoeld voor de vrouwen van Mohammed. Dus u ziet, en hetzelfde procedé heb je met de slachting, het beweerde totaalverbod op verdoofd slachten. Zowel in islam als in het jodendom. En iedereen zal u zeggen, dat is een goddelijk verbod, dat kan niet veranderd worden, dus wij kunnen er niets aan doen, het is zo. Wel, ik zal u vanavond trachten duidelijk te maken dat religieuze wetten over de Shechita en Tapicha, dat zijn de twee rituele slachtingen, wat die wetten voorschrijven en waarop dat ogenschijnlijke totaalverbod op verdoving steunt. Er is ook een reden aan. En voor eerst begin ik, zoals ik gezegd heb, met een zekere evolutie, een wordingsgeschiedenis, een genesis te geven. Hoe in de Bijbel het van het sacrale naar de seculiere slachting is gekomen. En wie nog enige voeling of kennis heeft van de Bijbel, weet dat de Bijbel eigenlijk in het begin vegetarisch was. In het aardsparadijs, ik lees Genesis, u zult eten van alle bomen in het hof mocht gij vrij eten, geen sprake van dieren op te eten. Het is pas wanneer in de Joodse godsdienst, naar aanleiding van het feit dat de normale cultusgewoonte was in de omringende wereld, dat men een altaar, een cultus is gaan invoeren met dierenoffers, dat precies het eten van vlees werd toegestaan. Want men moest dan naar een van die altaren gaan die verspreid waren over heel het grondgebied van Palestina. En al het vlees moest als dier geofferd worden. Een deel was voor consumptie door de priester. En een deel was dan voor de offeraar. En dat was de enige manier om vlees te consumeren. En natuurlijk, op die altaren werd het vlees geslacht door de keelsnede. Maar dat was in heel de oudheid was dat de gewone manier om een dier te slachten. En het is pas in de 7e eeuw voor de jaartelling dat koning Josia. En dat is een koning die ijvert voor de centralisatie van de cultus in Jeruzalem. En die ontdekt het vijfde boek van Mozes, of herontdekt het vijfde boek van Mozes, Deuteronomium. En dat komt goed van pas, want hij zegt, wat staat in dat boek? Er staat 11 keer, u zult uw offers brengen enkel op de plaats die de Heer zal aanwijzen. Wordt nog niet gesproken van Jeruzalem. Maar in ieder geval, dus u zult offers alleen brengen op de plaats waar, en dat is dan, wordt dan uitgelegd als Jeruzalem. Dus mensen die ver van Jeruzalem leven, die kunnen al geen vlees eten. Maar in datzelfde boek van Mozes staat ook, en goed dat erin staat, dat zo de plaats die de Heere uw God verkiezen zal om zijn naam al daar te zetten, Jeruzalem, de centrale plaats, verre van u zal zijn, zo zult gij slachten van uw runderen, van uw schapen, die de Heere u
gegeven hebt, en gij zult eten in uw poorten naar alle lust uw ziel. Dus er wordt een nieuwe manier ingevoerd door de Bijbel van vlees eten, consumptie. Je moet dat niet meer doen door te offeren. Je kunt dat ook thuis doen, dat wordt dan genoemd verlangvlees. Dat is dan vlees die buiten het circuit van een offer wordt gebracht. En dan, de Talmud stelt zich de vraag, en hoe was dat voordien? En er zijn twee zienswijzen in de Talmud. En ik onderlijn, dat is belangrijk, wanneer men nadien gaat zeggen, het staat in de Bijbel, zo moet dat geslacht worden. Hè. We hebben Rabbi Ishmael, een Talmudist van de eerste eeuw van de jaartelling, gezegd, verlangvlees was voordien verboden. Je kon alleen eten via de offerprocedure. Maar een van de belangrijkste Talmudisten uit diezelfde tijdgenoot, Rabbi Akiva, zegt nee. Je kon altijd verlangvlees eten, ook wanneer het systeem van de offers nog leefde, kon je verlangvlees eten. Je moest dat niet slachten. Je kon dat doden op de manier die je maar wilde. Dus u ziet hoe dat men onmiddellijk dat verbod kan relativeren. Dus er is een periode in de Joodse geschiedenis geweest, volgens Rabbi Akiva, waar je verlangvlees kon eten zonder slachten. En je hebt zoiets ook in de Koran voor islamieten. Want de verschillende soera die spreken over het slachten, ik zal zo één voorlezen als ik eraan kom. Aan het einde wordt telkens gezegd, maar voor hem die door noodzaak wordt gedreven om te eten, dus iemand die honger heeft, terwijl hij niet wil, nog de grens wil overschrijden, dus hij heeft geen halal voeding, is Allah voorzeker vergevensgezind en genadevol. Dus ook hier heb je die optie die wordt gelaten, om niet halal voeding te eten voor mensen die in nood verkeren. Nu, liberale moslims zullen dat uitleggen als een verlangvlees. Als je nu weekend moet eten, er is geen halal, dus ik eet maar wat los, wat er is. Meer conservatieven zullen zeggen, nee, die nood moet echt van leven op dood zijn. En zo kom ik tot de vaststellingen die we vandaag de dag hebben over de state of the art. Want een van de grote argumenten van de voorstanders van onverdoofd slachten, en het mutatis mutandis geldt dat telkens voor de twee godsdiensten die daarmee in contact komen of die slachting doorvoeren. Dus zal men nu zeggen, ja, maar de methode die het meest humaan is, is precies die rituele keelsnede, want het is een scherp mes, want het duurt maar een paar seconden totdat het dier bewustzijn verliest, enzovoorts. Nu, dat is zo geweest in de oudheid, maar dat is nooit, althans niet voor het Joods recht, is dat nooit een reden geweest voor de slachting. Ik vind dat een heel slecht idee, van de voorstanders van onverdoofd slachten, van zich op zulk glad ijs te bewegen en zeggen, nee, onze slachtmethode is de meest humane, want daar moet je onder verstaan, moest blijken, aan de hand van studies, en die zijn er vandaag, dat dat niet meer het geval is, dan moet je toch zeggen, als je A zegt, moet je B zeggen, moet je zeggen, ja, maar dan moeten we iets anders doen, want het is niet meer zo humaan, als dat het doorslaggevend element is. Dus ik vind dat een slecht element. En dat wordt dan nog bewezen aan de hand van oeroude wetenschappelijke studies. En ik heb dat is opgezocht. Studies in 76 publiceren in de bibliografie, ik heb dat gewoon geteld, op 161 bronnen vind ik daar 47 bronnen van voor 1930, uit 1939, sommige uit de 19e eeuw. Dus dat wordt voorgesteld als een serieuze studie, die de onverdoofde slachting wenst aan te tonen. Grijpt men terug naar zulke oude studies, bijvoorbeeld, ik lees u maar zoiets, maar dat is een studie door dokter Levingen van de Bar-Ilan Universiteit in Israël, niet zomaar iemand, maar iemand die
passioneel betrokken is bij zo'n godsdienst. En dan laat hij zich verleiden tot zoiets van te citeren. Hij citeert uit een studie van 1890. En die studie is door de greatest physiologist of his time, 19e eeuw, Dr. Denbo, physiologist at the Alexander Hospital in St. Petersburg and a member of the Commission of Animal Society of Russia. En dus dat is dan een studie waarop men steunt. Terwijl de studies vandaag, je kunt er niet meer aan onderuit, je moet toegeven, vandaag kennen wij de pijnmechanismen, wij kunnen meten en kwantificeren, wij hebben technieken en meetapparaten. Dat is niet meer te vergelijken met de 19e eeuw. Dus vandaag moeten we zeggen dat onbedwelmd slachten veel leed toebrengt, stress toebrengt, ook de fixatiemethodes, want als het onverdoofd is, moet je bepaalde fixatiesmethodes. Dus dat op zich is een probleem. En een studie in Nederland van de Landbouwuniversiteit van Wageningen heeft op de koop toe nog gezien dat die halsnede behoort in 1 of 2 vloeiende halen te geschieden. Naar Joods recht ook, want je moet het zo humaan mogelijk maken. Maar in de praktijk hebben ze gezien dat bij kosherslachten zijn er gemiddelde 3,2 bewegingen. Dus dat je 3,2 en bij halalslachten zelfs 5,2. Er is een probleem dus zelfs met dat vlijmscherpe mes. Bovendien worden ook drogargumenten gebruikt in die studies. En een van die drogargumenten, men citeert aan een studie, waarin wordt aangetoond dat de verdovingsmethode soms pijnlijker is dan de onverdoofde geensnede. Dat kan, maar dat is geen argument om te zeggen dat gaan we het helemaal niet verdoven. Ofwel heb je het probleem van of de drogreden van antisemitisme of islamofobie. Men zegt ja, al die dierenactivisten dat zijn antisemieten en daarom zouden ze de slacht willen verbieden, dus onverdoofde slachten. En als we eens kijken wat dat de vereisten zijn naar Joods recht, dus de wezenlijke vereisten die naar Joods recht aanwezig moeten zijn voor een kosher slachting. Komt zelfs, doe ik hetzelfde met islam. In de Bijbel staat alleen wat ik u heb voorgelezen uit Deuteronomium. Maar dus nadat de Talmud dat vers heeft geëxpliciteerd, gededuceerd en tot in de kleinste details vastgesteld, vindt men in de Joodse wet, in de codex, dat het moet gebeuren door een ervaren Joodse slachter met een vlijmscherp mes. In een heen en weer bewegingen moet hij de luchtpijp, de slokdarm, de halsslagader, de halsader en de nervus vagus doorsnijden, maar het is voldoende naar Joods recht om het merendeel van de luchtpijp en de slokdarm door te snijden. Er mag geen minieme posering zijn bij die heen- en weerbeweging. Het slachtmes moet ook constant volledig zichtbaar blijven. Het mag niet in de wonden onzichtbaar worden. Men mag geen drukbeweging uitoefenen. En dat is om het dier niet nodeloos pijn te doen. Nu, voorzorgsmaatregelen op zich zijn heel lovenswaardig. In illo tempore was dat het beste dat je kon doen, dus inderdaad. Dus halsnede moet gebeuren in het gebied die gaat van de bredering van de luchtpijp tot aan de bovenste longkwam. En tenslotte mag de slokdarm of luchtpijp niet scheuren bij de halsnede. Punt. Dat is wat de Joodse wet zegt over de manier van slachten. En wat zegt nu de Joodse wet over het verdoven? Nergens staat in de Joodse wet dat het dier een zekere graad van bewustzijnsvorm moet hebben. Alleszins, de Joodse wet heeft geen principiële bezwaren tegen de verdoving. Alleen is verboden voor consumptie een dier dat naar Joods recht, volgens de regels die ik daar juist heb geënumereerd, is geslacht. En waarbij in het postmortem onderzoek, want het dier wordt dan postmortem onderzocht, en als men daar in een orgaan vindt dat het dier een ziekte heeft die haar niet levensvatbaar maakt, dus dat men eigenlijk
een dier geslacht heeft die geen levensvatbaarheid had, en dan volgens de halacha is dat 12 maanden nog te leven, dan is dat dier niet kosher. Dus het enige wat een dier kan niet kosher maken, is een innerlijk orgaan dat verziekt is, en daarom wordt er een postmortem onderzoek gedaan. Nu, volgens de Talmud dient er een postmortem onderzoek te gebeuren op 18 plaatsen in het dier. Want volgens de Talmud zijn dat de plaatsen waar zulke ziekte zich kan voordoen. In de praktijk echter heeft men een rechtsfictie aangevoerd die het volgende zegt. Er is een meerderheid van dieren die gezond zijn. En er is een meerderheid van dieren die geslacht worden, waarbij men dus niks vindt in die organen. Dus kan men op die meerderheid rekenen, en het is dan voldoende alleen, dus van die 18 organen, alleen de longen te controleren. En dat is wat vandaag gebeurt. Men slacht het dier, men controleert de longen, zijn die oké, okay, is het vlees oké. Okay. Ik kom daarop terug, want dat is belangrijk precies voor het probleem dat ons vandaag bezighoudt. Wel nu, er bestaan 4 methodes om een dier te verdoven. 4 legale methodes, dus wettelijk toegestaande methoden om een dier te verdoven. De ene is een stroomstoot of elektronarcose door hoofd, door kop en hart van het dier. De mushroom knocker, een schietmasker en CO2-gas. Alleen de methode van de stroomstoot is een reversibele, dus een omkeerbare wijze van verdoving. Al die anderen komen niet in aanmerking, want die doden het dier of maken het dier zeker niet levensvatbaar. Dus Joden zouden zich moeten concentreren zich op de methode van de elektronarcose, die een omkeerbare verdoving is. Wat bedoelt men met omkeerbaar? Men heeft testen gemaakt. Men geeft dus die elektronen, en omkeerbaar is alleen de stroomstoot door de kop, niet door het hart. Dus om reversibel te zijn moet men zich beperken tot de stroomstoot in de kop, maar dat is voldoende. En binnen 1,5 minuut, als het dier dan niet geslacht wordt, staat dat dier op zijn poten en is weer ogenschijnlijk gezond en ze kan voortdoen. Dus dat is belangrijk, zowel voor Joden als voor Islamieten. En tijdens de oorlog, voor de Wereldoorlog, in de jaren 30, is er zo'n verbod gekomen op verdoofd slachten in Duitsland. En het Duitse rabbinaat heeft zich dan beraden met aan zijn hoofd rabbi Dr. Weinberg, of men dus geen verdoving zou mogen toedienen. En er was toen al sprake van elektronarcose, misschien minder performant als vandaag. En inderdaad heeft die rabbijn Weinberg met nog een paar rabbijnen uit Berlijn, hebben zij geopteerd voor die methode. Want ze zeggen ja, inderdaad, dat zou moeten kunnen, want het tast niet de levensvatbaarheid van de dieren. En ook in Zwitserland tijdens de oorlog, Zwitserland heeft al lang een verbod op onverdoofd slachten vanuit de 19e eeuw. Maar het laat invoer van kosher vlees uit het buitenland die dan niet op niet verdoofde wijze is geslacht. Tijdens de oorlog bleek dat onmogelijk. Alle omringende landen waren in oorlog. Wel, de opperrabijn van Zurich heeft op grond van wat ik u daar juist vertelde, dus die elektronarcose, heeft hij dus toegestaan dat men dus verdoofd zou slachten. En dan is er professor Mark Shapiro, een orthodoxe Jood, die ook een zeer grootste kenner van de literatuur van rabijn Weinberg is, en die legt ons uit precies welke de gronden zijn waarop het rabbinaat als het ware op zijn achterste poten gaat staan om precies die verdoving tegen te houden. Dus die toegeeflijkheid van de rabbijn Weinberg en anderen niet toe te staan. Ten eerste, maar dat zeg ik, het zijn dikwijls rabbijnen die
geografisch ver verwijderd zijn van het probleemgebied. Dus als zich een probleem voordeed in Berlijn, is dat minder dringend voor rabbijnen die ergens elders een paar duizend kilometer verder in de wereld zijn. Maar dus die Mark Shapiro, die zegt dat er metahalachische, hij noemt dat metahalachische, dus bovenhalachische redenen zijn. En inderdaad, men heeft gezien, de redenen die worden opgegeven om precies die toegevelijkheid niet toe te staan, zijn bijvoorbeeld, men mag niets aan de slachtprocedure wijzigen. De verdoving behoort niet tot de slachtprocedure, evenmin als behoort de fixatiemethode. Nu, die fixatiemethode is door de eeuwen heen veel veranderd geworden in de Joodse slachting. Dus men heeft alle, want dat was een groot probleem, bij onverdoofd slachten moet je het dier ergens kunnen fixeren. Wel, die fixatiemethodes zijn geëvolueerd, veranderd en zo. Dus je ziet wel dat je wel kunt veranderen van wat niet rechtstreeks met het slachtprocedé te maken heeft. Wat met het slachtprocedé te maken heeft, heb ik u uitgelegd wat de Joodse wet daarover zegt. Nu hebben we het eigenlijk over perifere zaken, zoals de fixatiemethode, het verdoven. Dus dat argument is al geen argument. Maar een tweede argument dat wordt opgeworpen is de toegevelijkheid zou vlug de regel kunnen worden. Ja, en dan is het daarom dat men dan niet toegevelijk moet zijn, moet je men daarom zeggen aan die mensen in Berlijn en in Duitsland, je eet maar een paar jaar geen vlees, want anders gaan ze het in Australië ook toelaten. Dus dat is eigenlijk de redenering. En het derde argument, ja, dat is, moesten rabbijnen ergens ter wereld ons vertellen dat de verdoving toch mogelijk en toch acceptabel is, ja, dan zou dat bepaalde overheden in andere landen kunnen aanzetten, want ze zeggen, dan ziet je, dat mag volgens de Joodse wet. Want tot vandaag wordt gezegd, er is een totaal verbod, er valt er niet over te spreken, men mag niet verdoofd slachten, waarom? Staat in de Bijbel, punt. Bon, voor mensen die leken zijn, ja, als dat in de Bijbel staat, maar ik heb u nu zo proberen uit te leggen wat men bedoelt met staat in de Bijbel. En dus, dat is, dat is wat men dan als metahalachische redenen opgeeft. En zo kom ik tot de vereisten van islam, voor de rituele slachting. Nu, in de Koran heb je 6, 7 of 8 soera's, die bijna allemaal hetzelfde zeggen, dus ik zal mij dus beperken tot 1. U weet, de lezing wordt nadien gepubliceerd, hè? Dus als iemand wat meer interesse vertoont, dan is er nog altijd mogelijkheid om back-upen. Ik lees, verboden is, dat is de tweede soera, de Kou al-Baqarah, vers 173. Verboden is u, het gestorvene, het bloed en het varkensvlees en al waarover een andere naam dan die van Allah is aangeroepen. Hetgeen is gewurgd en is doodgeslagen, hetgeen is doodgevallen of hetgeen door de horens van dieren is gedood en hetgeen door een wild beest is aangevreten, behalve wat gij hebt geslacht. Verder hetgeen voor afgoden is geslacht, dat mag ook niet, door pijlen is gedood, mag ook niet. En dat is alles. Want in die andere versen staat niet veel meer over dat slachten. Je zult zich herinneren, ook in de Torah staat gewoon slachten. En het is natuurlijk door het werk van de interpretatoren dat men daardien dus ook in de islam bepaalde vereisten heeft vastgelegd. En die zijn, het moet een vlijmscherpe mes zijn, het moet een moslimslachter zijn of een slachter van de volken van het boek. En dat zijn dan ook joden en christenen kunnen dan ook halal slachten. Het hoofd van het dier moet in de Qibla-richting, dat is de richting naar Mekka zijn op het moment van het slachten. En men moet Allah inroepen bij het slachten. Dat is een vereiste, dat een conditio sine qua non is. Maar punt, dat is het. Dus ook hier is er geen vraag tot het bewustzijn van het dier. Het dier moet niet bewust zijn. Het moet wel, het mag geen gestorvene dier. U herinnert zich de lezing van die soera, maar zolang dat dier leeft, kan het geslacht worden, ook volgens de islam. En dan heb je de tendensen waarover ik het al had, over de toegevelijke tendensen. Een van die tendensen is de post-cut-study.
En dat is gewoon de nu zelfs een niet reversibele verdoving geven op de minuut na het slachten. Dus je slacht een levensvatbaar dier, de minuut daarop schiet je ze in het hoofd, dus met een van die van de niet reversibele mechanismen van verdoving. En dat is oké. Okay. En hoe weet ik dat wel? In 6 provincies in Oostenrijk kan men niet anders dan met verdoving. Wel, daar heeft het rabbinaat geaccepteerd, en ook in Australië, dat men de post